Paul Lim zorgde vrijdag misschien wel voor het hoogtepunt tot dusver van dit WK-dart door in zijn tweede ronde partij tegen Gary Anderson net geen negen darten te gooien. De lief 63-jarige Singaporees kon er na afloop wel om lachen, ook al ben ik er niet in geslaagd de perfecte leg te gooien. Het heeft wel mijn dag gemaakt, ik ben blij, het is goed zo. Zij lim tegenover de aanwezige media in het Alexandra Palace in Londen. De veteraan besefte wel als geen ander dat hij een nieuw plekje in de geschiedenisboeken misliep. Hij had de eerste speler kunnen zijn die zowel een negenda produceert op het 2k van de bro als op het 2k van de PDC. Als ik de dubbel 12 wel had geraakt. Dan was de cirkel rond geweest. Ik denk dat niemand mij dat ooit had nagedaan in de toekomst. Dat record zou eeuwig stand houden. 144 Lim had in 1990 in eveneens een tweede ronde partij 141 over na twee beurten en moest vrijdagavond 144 uitgooien met drie pijlen. Bij mijn eerste beurt blokkeerde ik met mijn tweede pijl de triple 20, waardoor ik naar de triple 19 moest gaan. Toen ik die ook weer te gooien en vervolgens ook nog een 180er scoorde, begon ik serieus aan een 930 te denken. Al dus slim, in 1990 had ik dat gevoel na twee beurten helemaal niet. Het spookte geen moment door mijn hoofd. Ik wilde gewoon 141 uitgooien en dat was het. Nu was het dus 144. Ik dacht, hey, dat is een stuk makkelijker. Twee keer triple 20 en dubbel 12. Ik had mijn hoge hakken aan moeten trekken. Dan had ik hem geraakt. Lim genoot wel van de reactie van het publiek, dat hem op een warm applaus trakteerde. Het was weer neer om op het podium te mogen staan en voor wat reuring te zorgen. Het is zwaar op mijn leeftijd. Maar dat is mijn leven. Dat je de kans krijgt om zo dicht bij een te komen, is een zegen.